ben Jacqueline Hoenselaar en ik woon in Beverwijk. Ik ben kunstenares. Kom binnen. Dit is mijn atelier. Ik geef hier ook workshops. Die kan je vinden via Facebook en Instagram of op mijn website. Maar hier werk ik dan aan de tafels en achter de camera zijn de ezels waar ik staand werk. Ik ben naar de kunstacademie gegaan toen ik 16 was. Daar werd ik toegelaten, maar daar was ik echt gewoon veel te jong voor. Daar verdronk ik. Ik vond het wel heel erg leuk. Maar toen ben ik eerst naar de leraaropleiding gegaan in Utrecht. En daarna ben ik op middelbare scholen en op kunstacademies gaan lesgeven in Nederland. Nou, dat was hartstikke leuk. Toen mijn kinderen wat groter werden, ben ik veel meer eigen werk gaan maken. Ik maak vooral veel opdrachten voor bedrijven. Voor Albert Heijn en Delhaize, Bouwfonds, Visser Electro. Maar vooral voor Albert Heijn eigenlijk. En mijn autonome werken hangt zo hier en daar bij mensen. Maar ik verkoop het meeste uit mijn atelier. Dus als jullie een keer geïnteresseerd zijn, kom gezellig een keer. Bel en ik laat mijn werk zien in mijn atelier. Ik heb hier een opslag boven voor al mijn schilderijen. En dan kunnen we ze doorbladeren. En dan kan ik wat over mijn werk vertellen. Dat vind ik hartstikke leuk. Dit schilderij is een oud borduurwerk wat ik ergens bij de kringloop heb gevonden. Dat heb ik uit elkaar geknipt. Daar heb ik vilt achter gemaakt en dat heb ik weer heel langzamerhand op het grote doek opgenaaid. Ik vind het mooi dat dingen oud zijn en een historie of dat het gebruikt is. Maar ik vind het ook heel erg leuk om die stukjes waar ik hier droog vilt heb gedaan, om die te laten doorschemeren, dat datgene wat ik erachter heb geschilderd er doorheen zit. Het heeft een bepaalde dikte doordat er wol achter zit. En het heeft dus een ontzettend zacht gevoel, dit schilderij. De laatste schilderij dat ik heb gemaakt is eigenlijk dit schilderij. Ik ben nog met wat, ga er nog twee maken. En dat is eigenlijk hoe ik me voel. Ik heb vier zoons en tijdens die coronacrisis dacht ik, ik heb eigenlijk alle vrijheid om te doen en te laten wat ik nu wil in huis. Maar ik voelde me totaal niet vrij en daarom heb ik mezelf getekend achter een soort tralies. Ik kon mijn kinderen toen eigenlijk niet zien, dat is ondertussen alweer goed opgelost. Maar je ziet dat het allemaal zo geregeld is. Het zit allemaal in hokjes. Sommige mensen banjen daar als een stier gewoon doorheen. En ik zelf voelde me ontzettend opgesloten in een prachtig atelier. Met alle mogelijkheden van het leven om lekker te schilderen en beeld te houden. Dus dat voelde voor mij heel erg gek. Dat ik me toch opgesloten voelde terwijl ik niet opgesloten was. En dat heb ik hier geschilderd. Nou, ik maak beelden waar ik uitga van een bepaald gat erin. Dus hier is het gat. En ik vind het heel erg leuk om het stuk van de originele steen dan nog te laten zien. En aan de andere kant de steen te bewerken. Dit is een ovaal uit Zimbabwe. En het is heel erg harde steen was dit. Veel harder dan de andere ovaal. En het is super leuk vind ik het om te doen. Nou, dit is ook een steen uit Zimbabwe. Je ziet dat hij aan de ene kant wat bruiner is. Aan de andere kant wat licht bruin met prachtige aderen. Dit gat had ik er als eerste in gemaakt. En ik heb heel erg gedacht aan de verbrokkeldheid van botten. Een soort schedels en botten. Dat vind ik altijd zo van die prachtige vormen. En uiteindelijk is het helemaal geen botvorm geworden. Maar heeft de steen besloten dat dit het is geworden. En het is wel leuk dat je deze kan draaien. En dat je hem dus, als de zon erop schijnt, dat het heel anders is. Dit is een schilderij wat ik straks naar iemand ga brengen voor de kunstuitleen. Bij mij kunnen mensen schilderijen lenen. Dan sparen ze een aantal euro's per maand. Dit zijn allemaal vogels die buitelen over de wereld. Die heb ik ooit gemaakt voor een reeks over de aarde. En
dit schilderij is iemand die wilde per se deze kleur groen in zijn huis, want die heeft hij als kleurmuur in zijn huis. Dus ik dacht, weet je, ik ga een keer een schilderij van boven de bank maken. Ik ga het eens een keer doen. En het is ook ongelooflijk. Dit is toevallig een modekleur wat mensen op de muur hebben. Dit schilderij wordt heel vaak verhuurd. Ik geef workshops voor groepen vriendinnen en mensen, maar ik geef ook les. En eerst heb ik op een kunstacademie tekenen en schilderopleiding opgezet. En nu geef ik een hele eigen manier van schilderles in een atelier. Maar omdat het nu niet kan vanwege de corona, heb ik nu een aantal workshops. En elke keer dat mensen online van mijn les krijgen, dat doe ik in een groep van 6 tot 9 mensen, heb ik een bepaalde techniek of een onderwerp, bespreek ik dan. Nou, dit was het dan. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en dat jullie een keertje willen komen kijken. Bel me gerust. Jullie kunnen me altijd via mijn website atelierhoenselaar.nl of via Instagram of Facebook Jacqueline Hoenselaar vinden. Ik vond het heel erg leuk om te doen. Ik heb nog veel meer te vertellen. En het lijkt me heel erg gezellig. Tot ziens en nog een fijne dag.